Griekenland. Yes, 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 welkom bij deze nieuwe video. En als gezegd, Younes, je hebt andere kleren aan straks. Ja, inderdaad, ik was de intro vergeten opnemen, dus ik neem die nu op. Wilt je dat ik naar uw school kom? Dat kan gewoon. Volg me even op Instagram, stuur me even een DM. Tag me in uw story en dan zie ik je misschien wel volgende keer bij uw school. Ah, geniet gewoon van deze video. Let's freaking go. Kijk, stel je voor, je hebt 1 dag de tijd dat je alles, alles kunt doen. Alles illegaal, zonder bestraft te worden. Wat zou jij doen? Nederland bombarderen dan, ja. Ze zeggen waarom? Ze zeggen dat Belgisch water vies is. Ja. Wat vind jij dan van Nederland? Dat ze kanker veel water hebben. Oh. Nederland is vies. Nederland is gewoon vies. Algemeen kaas. Oké. Okay. En kunt je dat accent een beetje nadoen? Ja, toch strijders. En Nefau. Ah, Nefau. Huts. Kunt jij voorstellen in 2 woorden? Twee woorden. Vriendelijk en hulpzaam. Oké. Okay. Wat zou jij doen als je alles mocht doen voor 1 dag lang? Oké. Okay. Eerst mijn broer vermoorden. En daarna de creditcard van mijn moeder gaan halen en onze winkels leer shoppen. Is uw mama zo rijk? Voilà. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Kunt jij je voorstellen in 2 woorden? Ja, nee. Huh? Ja, nee. Mag je voorstellen in 2 woorden? Ik weet niet. Super cool. Oh, super cool. Heerlijk. Hè? Ja, toch? Ja, je bent super cool. Ja, man. Yay. Ja, man. Oh, ja, zo cool, hè? Ja, toch? Ja. Luister, wat is er zwaarder? 1 kilogram stenen of 1000 gram veren? Wow. Een kinderman steen of zo? Ik wil gewoon steentjes. Ja, toch gaat dat? Gewoon ja toch? Ja toch? Ja toch? Ja toch? Ik kan gewoon, hè? Ja man. Oké. Voilà, correct man. Woe! Stel je voor, jij mocht 1 dag alles doen zonder bestraft te worden, zonder de gevangenis in te gaan. Alles, alles. Wat zou je dan doen? Uit de vliegtuig springen en van niets weten. En dan lig je op de grond. Huh? Ik zeg dat je alles mocht doen zonder bestraft te worden. Jawel. En jij wilt gewoon zelfmoord plegen. Voilà. What? Maar in welke stad staat het vrijheidsbeeld? New York SB. Ja, New York dan. Ja. Colosseum, welke stad? De Wadden. Colosseum. Italië. Welke stad? Griekenland. Maar het vrijheidsbeeld, welke stad staat die? New York. Wat? Doe maar in de camera. Nee. Mag je zeggen, ik heb gescoord. We gaan direct met de deur in huis vallen. Ja. Ja? Weet je wat dat betekent met de deur in huis vallen? Dat je deur optrapt of zo. Ja. Maar het is een spreekwoord, hè? Ah ja, die. Ja, ja. We gaan er direct. Vraag. Ja, ja. We gaan direct erin vliegen. Geen probleem. Doe jij dat graag? Ja, man. Ja, oké. Okay. Stel je voor, je kunt alles doen wat je wilt, zonder bestraft te worden, zonder iets. Ja. Dus je mag alles doen wat je wilt, 1 dag lang. Wat zou jij doen? Naar een stripclub gaan. Naar een stripclub? Amai. En wat zou jij daar dan doen? Geld stelen. Van die mensen die aan het strippen zijn? Ja. Maar garmen, die zijn toch gewoon aan het werken? Maar ik ook. Oké, okay, dus jij zou strippers bestelen. Ja, en dan... Waar is dat die? Allee. Stop je. Wat zou jij doen? Ik doe alles al wat ik, ja, wat ik wil. Dus het is niet illegaal wat ik, allee, dat ik nog zou kunnen doen. Dat is ook wel waar. Wat is dit? Wat je illegaal doen? Voilà. Oké, okay. Wat is uw beste vak op school? Aardrijkskunde, oké. Okay. Hoe noemen wij iemand van België? Wat? Iemand van België. Iemand van België? Ja, hoe noemen wij die? België. Hoe noemen wij iemand van Zimbabwe? Oh, yeah. Zimbabwe. Nee. Nee. Bijna. Simba. Simba. Ja. Nee. Hoe noemen wij iemand van België? Een Belg. Goed zo, maar hoe noemen wij iemand van Zimbabwe? Zibobaan. Nee, niet dat we die mensen. Maar hoe noemen wij iemand van Zimbabwe? Wat?
Hoe noem je iemand van Zimbabwe? Zimbabwe. Hoeveel is 3 tot de derde? Wow. 3 tot de derde? Ja. 6? Wat? 9. 3 tot de derde? 18. Nee. 18 tot 3 maal 3 is 9. 9 maal 3 is 27. 9 maal 3 is 7. Is die 21? Ja, dat kan ook. 27. 21. Nee. Oké. Okay. Oh, mijn hoofd te pijn. Mannetjes spelen met poppen met groen licht moet je? Stoppen. Eén dag, ja, 24 uur, je mocht alles illegaal doen zonder bestraft te worden. Wat zou jij doen? Gekke bankoverval, ik zeg eerlijk. Dus niemand stiekem vermoorden? Nah, maar geen tijd voor goed geld binnenpakken. Oudjes slagen. Nah, goed geld binnenpakken. En daarna kan kinderen weggooien. Oké, misschien wel. Ik zou denk ik rond drugs werken, zo een beetje drugs dealen misschien. Een beetje drugs dealen? Ja, een beetje drugs dealen. Ja? Ja, zo misschien. Een klein beetje dealen? Of een beetje veel? Een beetje veel. Voor één dag? Of hoe lang? Eén dag, ja. Pak één dag. Ja, voor één dag dan een beetje veel dealen en ja? Dan en hebben we... Ja. Wat maakt je dan? Dan hebben we monies, hè. Ah. Ja. Gij, wat zou jij doen? Sowieso stripclub als eerst. Waarom? Ja, dus jij is eigenlijk de tweede die dat zegt. Ja, ik ben nog daar veel te jong voor. Ik heb niet zin om zo lang te wachten, man. Dus jij hebt zin in de? Stripclub, man. Dan, wat zou je dansmove zijn in de stripclub? Ik weet niet, man. Aan die paal. Oh, ja. Op het podium? Ja, bij die vrouw. Oh, heftig, hè? Ja. Toch? Ja. Hoe oud bent u? 14. Let's go. Geef mij een land met een V. Venetië. Wat? Venetië. Ah. Is dat een land? Ja, toch. Ja. Venetië is toch een land? En waar ligt dat ergens? In Spanje of zo. Dus een land in een land. Ja, special. Ja. Ik weet niet, man. Een land in een land. Ja. Ja. Hoe noemen wij iemand van het Verenigd Koninkrijk? Bretijn. Wat? Britain. Wat zeg je? Is toch Great Britain? Britain. Britain. Gewoon Brit. Britain is oké. Okay. Britain. Engels dat Groot-Brittannië. Ik vind het wel nice dat je dat Engels accent erin gooit. Dat is wel goed. Ja toch? Ja, doe maar. Ik heb die micro geraakt. Hoe zeg jij dan met het Engels accent, breng mij water? Get me some water. Oh. Zo naar Jasmin Kardaboe. Zeg! Yo, Nanu! Hey, Nanu! We love you!